Welkom allemaal, ik ben Peter met weer een nieuwe aflevering van Clash of Clans met Krakeling. Met deze keer de hoogtepunten van onze vierde opgenomen Clan War. En we gaan even kijken. Ja, het is wederom gelijk spel geworden, helaas. We waren er dichtbij, het was een spannende Clan War. Tot aan het einde was het echt een thriller. En we kwamen gewoon weer net ietsje te kort, helaas. Ja, we hebben als clan, als team nog een beetje wat te werken aan samenwerking, een beetje betere planning. Ja, daar gaan we gewoon nog aan werken. Het scheelt gewoon heel erg weinig. We gaan even kijken wat er gebeurd is. De tegenstander heeft relatief veel 1 ster op onze stadhuis 10, dus dat was op zich goed. Maar veel 3 sterren op de stadhuis 9's en ja, onderin helemaal allemaal 3 sterren. Wij hadden meer 2 sterren op de stadhuis 10. Op zich mooi, 2 sterren op stadhuis 10 is gewoon oké. En we hadden wat minder 3 sterren op de stadhuis 9's. Ja, op zich ziet de score er ook niet slecht uit. We moeten gewoon nog aan een paar dingetjes werken. Daar gaan we gewoon mee aan de gang. We gaan naar de aanvallen kijken. We beginnen dit keer onderaan met Exiled Angel op nummer 23. Prachtige Hawk Attack met level 3 Hawks. Ja, dat is gewoon knap voor een stadhuis 8. Stadhuis 8 tegen stadhuis 8. Het was een clean-up aanval. Hij wist waar de reuzenbommen, waar de Tesla's waren. Ja, hier schakelde hij er 1 uit. En lokt ook gelijk klankensteel. Klankensteel naar boven met een boogje. Ja, en eigenlijk standaard klankensteel kill met barbaren, heksen, tovenaars. Nou, gaat allemaal prima. Wordt wederom een klein beetje tricky erbovenin, maar het gaat goed. Vijandige koning schakelt hij uit met eigen koning. Meestal een goed plan op stadhuis 8. Gewoon ja, een koningsswap doen, dan is de koning weg. Dus over het algemeen een goed plan. En hij zet zijn hawks in vanaf de linkerkant met 2 vingers. Ja, hij weet dat hier 2 reuzenbommen zijn, dus dat daar absoluut die healspel nodig is. Hij wacht dus redelijk geduldig met zijn heals, zet hier de eerste in. Hartstikke mooi. Rechts ook een mooie healspel, mooi naar voren toe. Deze had misschien ietsje hoger kunnen, maar dat is echt een heel klein tijdje. En die laatste healspel perfect op de plek waar het echt hardst nodig is. En je ziet het, Hawks gaan echt bijna dood door 1 reuzenbom op level 3. Laden helemaal op, 2e reuzenbom, wederom bijna helemaal dood en laden weer helemaal op. Ja, perfect, perfect gedaan. Perfecte plaatsing, eigenlijk niks op aan te merken. Ja, de tegenstander vond het grappig om nog een Tesla onderin in de hoek te zetten. Dat is een beetje vervelend, dus al die hawks moeten eerst daar nog heen. Maar goed, met zo'n hoop hawks over en nog een hex bovenin, ja, is het gewoon voor de rest clean-up. En nou, dat zeker om een stadhuis 8, ruim tijd genoeg. Het wordt gewoon 3 sterren. Hele mooie hawk aanval, perfect uitgevoerd. Niks op aan te merken. Met Hawks level 3 nogmaals. En gaan we naar de volgende aanval van Bas. Ja, het was er weer eentje. Hij zei het zelf al, die is voor op YouTube. Nou, bij deze Bas. Wederom een mooie hybrid attack. Golems onderin. Tovenaars, 1 hex. Helden. Ja, eigenlijk 1 doel. En dat is lucht er weer uitschakelen. CK lokken en uitschakelen en queen uitschakelen. Dat zijn de belangrijkste. Ja, de koning gaat dan uiteraard ook nog wel mee. Maar lucht aweren, koningin en klankstil is gewoon het belangrijkste. Ja, ik had zelf persoonlijk een bliksem hier op de heks gedaan. Dit duurt even met een woedenspel voordat die stuk zijn. Maar het gaat allemaal wel goed. Koning loopt naar de koningin. Ja, koning gaat uiteindelijk dood. Ja. Maar de golems tanken nog mooi. Rechter lucht aweren is uitgeschakeld. Linker lucht daar weer wordt uitgeschakeld. Ja, en dat is precies alles wat nodig is voor het laatste stukje Lavaloon. Voor dit deel eigenlijk van het dorp. En zodra die lucht er weer stuk is, zet hij hem in. Het enige wat, wat je anders zou kunnen doen is die Lavahound vanaf deze kant inzetten. Vanaf deze hoek. Want nu zie je dat er 1 ballon getarget wordt door de boogschutterstoren. Is verder geen ramp, maar je verliest een ballon. En dat is eigenlijk het enige detailtje waarvan ik zeg, ja, dat kan anders. Maar goed, ruim genoeg ballonnen. Lavahounds tanken mooi. Deze tankt ook. Totdat de lucht-AV stuk is bijna. Ja, en op het moment dat de hounds dood zijn, is er gewoon te weinig defense om nog tegen de ballonnen op te kunnen. Rage spells perfect. Hierheen, daarheen en nog 1 voor het midden. Ja, perfecte aanval. Golems hebben mooi getankt. Deze golem is ook bijna helemaal weg. Mooie aanval, Bas. Mooie 3 ster. Zo zie ik ze graag.
Dan gaan we als laatste nog even kijken naar de hattrick van mij en Duda. Dat was wel heel leuk. Op een vergelijkbaar dorp. Dat was ook, ja, we gaan even kijken. Redelijk op het laatst. Kijk, in de nou ja, 1 uur, 18 minuten, 1 uur, 3 minuten. En dat is dit dorp. En dit dorp gaan we echt nog vaak tegenkomen in bepaalde varianten. Het zogenoemde Nemesis dorp. En die gaan we echt in veel Clan Wars nog terug zien. Want dit is een heel effectief dorp. Ja, en vergeet alles wat je hebt geleerd over GoWipe. Of wat ik vertel over GoWipe. Golems breed inzetten, opruimen, rustig naar binnen toe. Gaat bij dit dorp gewoon niet werken. Dit is gewoon Mars Golem. Mars Golem. Gewoon tanken en naar binnen knallen. Dat is eigenlijk, naar mijn idee, het enige wat echt effectief consistent werkt op dit dorp. En we gaan even kijken naar ons allebei de aanvallen. We hebben allebei net een klein beetje andere aanpak, maar het principe is hetzelfde. En ja, ik denk dat het de goede is om ook te onthouden voor komende Clan Wars. Want nogmaals, dit dorp gaat echt vaker terugkomen. Oké, 5 golems dus. Ik heb er één in mijn klankkasteel. Ja, ik begin vanuit het midden met muurbrekers. Ik heb maar één jumpspel voor het midden. 2 rage, een bliksem voor het klankkasteel en 1 freeze. Ja, dit gat ging mij iets te ver naar links, want ik wou golems en hier en op die defense hebben. Ja, je ziet dat alle defense eigenlijk naar één kant loopt. Dat was eigenlijk niet echt mijn bedoeling, maar goed. Ja, en hier een klein beetje een trechter maken met de tovenaars en voor de rest is het vooral echt naar binnen, Jensen. Nou, dit was een van de weinige aanvallen die ik doe waarvan ik echt het gevoel had van nou, alles ging goed. Dat gebeurt niet al te vaak. Jumpspel mooi op tijd. Bliksem op het klankkasteel. Neem sowieso de heks mee, dat is het belangrijkst. Freeze op Inferno, X-boog en Tesla. Ja, en er gaat genoeg naar binnen toe. Nog één rage-spel hier in het midden. Ja, en dat is gewoon ruim genoeg. Koningin komt er nog wel aan, springt over de muur. Maar goed, tegenwoordig is de artificial intelligence zo dat dat niet alles meer wegtrekt. Vroeger liepen de troepen echt een kilometer om een skeletje te gaan pakken, dat doen ze niet meer. Nou ja, dat kan bij dit soort dorpen heel erg in je voordeel werken. Daarom val ik ook niet aan van de kant van de Queen, maar juist de tegenovergestelde kant. Ik weet, als ze erbij komt, ja, springt ze wel over de muur. En ja, dan gaat het stadhuis toch sowieso wel stuk. Dus vandaar ook de keuze om juist de tegenovergestelde kant van de Queen te doen. Met sommige strategieën is het juist erg onhandig, die nieuwe artificial intelligence. Als je bijvoorbeeld met een golem en je helden eerst een queen uit wil schakelen, ja, het trekt minder naar binnen toe. Maar in dit soort gevallen is het eigenlijk alleen maar handig. Ja, en het ging gewoon echt heel goed. Beter dan ik verwacht had. Ja, en wat ik al zei, een van de weinige aanvallen dat ik echt denk van, nou, dit ging eigenlijk allemaal precies zoals het moest. Ja, de queen is nou bijna dood. Ja, dan houdt het op. Nog een paar procenten erbij. En een dikke 2-ster. Ja, zeker in deze spannende war was dit echt heel prettig. Dan gaan we nou nog even naar die van Duda kijken. Zoals je ziet, bijna hetzelfde dorp, hetzelfde principe. Heel grote ring middenin. En Duda neemt een iets andere aanpak. Die gebruikt geen bliksem voor het klankkasteel, maar 2 jumps. Dus geen bommannen, maar die gaat vanuit het punt. En voor de rest ook 5 golems. En ja, hetzelfde principe. Een beetje trechters maken met je tovenaars. En voor de rest alles vooral naar binnen, Jensen. Hij zet het jumpspel al gelijk neer. Ja, kan ook. Ik doe niks mis mee verder. Ja, ik zou zelf persoonlijk wel altijd kiezen voor een bliksem op de klankkasteeltroepen. Maar goed, het is een persoonlijke keus. Maar wat je hier ziet, kijk. Duda gebruikt een woede. Ja, wat je dan wel krijgt is dat al je troepen in het midden zitten en die moeten eerst nog al die klankkasteeltroepen stuk maken. En dat kost best wel veel tijd, terwijl je best veel damage per seconde op je krijgt. Dat is eigenlijk de reden dat ik liever voor de bliksem kies. Maar ja, allebei net een beetje andere aanpak, maar wel allebei 2 sterren. Ja, zoals je hier ook ziet, ruim genoeg troepen in het midden. Ja, dat is gewoon, daar is gewoon niks meer aan te houden. Verder weinig over te zeggen. Gewoon prima aanval en ook wederom 2 sterren. Ja, en dit is gewoon echt iets om te onthouden voor deze dorpen. Dit werkt gewoon. En ja, deze dorpen vereisen gewoon deze aanpak. Heel iets anders dan een standaard go-wipe of een standaard stadhuis 10 pellen van buiten naar binnen. Dit is gewoon echt naar binnen beuken met veel tanks en knallen. En daar was het laatste stukje van de koningin. Hartstikke mooie aanval, 68%, hele ruime 2 sterren.
Nou, de tovenaar pakt nog even een muurtje mee. Goed, dat waren de hoogtepunten van deze Clan War. Volgende gaan we gewoon weer winnen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dit was Clash of Clans met Kakelingen. Tot de volgende video.